Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven ons land te bekennen. Het wordt dan ook een mooie zaterdag met volop zonneschijn, vanochtend vroeg al. De temperatuur loopt geleidelijk aan op naar zo'n 6 graden aan het einde van de ochtend. En de wind neemt toe. Boven land komt er een windkracht 3 te staan. Vanmiddag waait aan zee een vrij krachtige wind, windkracht 5. De temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden van het land tot lokaal 15 in het zuiden. En er ontstaan slechts een paar stapelwolken. Vanavond is het helder en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. En de wind blijft matig vanuit het noorden waaien. Vannacht trekken vanuit het noorden meer wolken over het land. En morgen zien we dan ook meer wolken. Het wordt 11 tot 15 graden en in de middag is er weer iets meer ruimte voor de zon. Maandag, dinsdag en woensdag, dat zijn droge dagen. Er is veel ruimte voor de zon en het wordt ook warmer. In het zuiden wordt het 18 graden, maar in het noorden blijft de temperatuur iets achter, omdat de wind vanuit het noorden blijft waaien. Op de Wadden wordt het hooguit 12 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.